Vandaag ga ik verstoppertje spelen in de wereld van Bikinibroek. Alleen is het niet zomaar verstoppertje. Ja, we zijn dus heel erg klein. Dit is het moment dat jij op dat duimpje omhoog klikt en abonneert op mijn kanaal. Want anders word jij ook net zo klein als Plankton en dat is nou niet echt wat je wilt. Nou, mijn zoon, die een grijze baard heeft. We gaan samen vandaag gezellig naar de krokante krab. Heb je er zin in? Ik heb trek. Je hebt trek, natuurlijk heb je trek. Daarom komen we ook bij de krokante krab. Ik ruik het al. Je ruikt het al. Nou, ga maar naar binnen en doe je bestelling maar opnemen. Hallo, mag ik uw bestelling opnemen? Wat wil je, jongen? Zeg het maar. 9 kipnuggets. 9 kipnuggets graag voor me, jongen. Die hebben wij niet. Wij hebben alleen krabburgers. Hey, sinds wanneer is trouwens SpongeBob normale huidskleur en Octo geel? Ik weet ook niet wat hij mist. Hij is naar de sportschool geweest. Hey, jongens, wij zijn hier vandaag met z'n allen gezellig om verstoppertje te spelen. Nee, ik kom hier in burger. Nee, oh, waarom sla je me nou? We gaan hier verstoppertje spelen. Jullie mogen allemaal krimpen zo klein als een krabburger. Oké, dat jullie net zo klein zijn als een krabburgertje. En dan mogen jullie verstoppen. Oké, dan gaan jullie maar verstoppen, oké? Doen jullie dit. Oké. We gaan verstoppen. Hebben jullie al een plekje? Ik heb een fantastisch plek. Patrick's huis. Echt? Oh. Je gaat in Patrick's huis. Ja. Er gaat nog iemand in Patrick's huis. Ja, dat is Justin. Ja. Gaan we samen in Patrick's huis? We gaan samen. Kijk, ik had dus gezien. Kijk, je kan dus twee kanten op. Oh. Justin. Wat gebeurt er? Justin wordt gebeld. Justin, wegklikken. Hang op. Klik weg. Bel uw bank. Bel uw bank. Ik weet niet of dit een goede plek is, maar... Ik weet ook niet. Ik zit achter een lantern. Zou die dat zien? Nee, dat ziet hij niet. Ik zit in een bloem. In een bloem? Ja, gewoon echt letterlijk in een bloem. Even kijken. Zit je lekker daar? Ik zit hier best comfortabel, moet ik je eerlijk zeggen. Oké, het is wel een beetje... Ik heb een lamp in mijn gezicht. Dat is minder. Ja, dat is minder inderdaad. Ik ben verstopt. Ik ben ook verstopt. Ik typ klaar. Oké, jullie zijn klaar? Ja. Jullie hebben je verstopt? Ja. Je vindt jullie nooit. Oké, dan gaan we gelijk kijken of iemand hierboven in de kwal zit. Want dat is de eerste plek waar ik dacht dat ik misschien zou gaan zitten. In de kwal hier. Niemand wil in de kwal. Wat zei jij, Justin? Dan ga jij als eerst vinden. Nee. En ik weet dat jij krabburger verslaafd bent. Dus jij zit sowieso hier in de krokante krab ergens verstopt. Nee, hij wou net kipnuggets. Oh ja, hij wou kipnuggets inderdaad. Dat was het. Jij bent kipnugget verslaafd. Ik ook, maar ik kreeg niks. Ik ook. Ja, ik wou kipnuggets bestellen zojuist, maar ik kreeg geen kipnuggets. Nee, ze verkopen hier alleen krabburgers. Ja, dat wist ik niet. Zit hier iemand? Nee. Waar ben jij misschien? Dan? Ik zit daar niet. Je zit daar niet. Nee. Heeft iemand me al gezien? Nee. Nog niet. Nee, ik zie wederom vrij weinig. Zit jij weer op een plekje verstopt waar ik je niet kan vinden? Ja. Ja, dat is wel het hele doel van verstoppen. Ik moet mijn reputatie hoog houden natuurlijk. Ik had gedacht dat het makkelijker zou zijn om jullie te vinden in deze map. Ja. Maar niemand heeft mij nog gezien. Nee. Gewoon niet eens een voetje of een schaduw of een iets. Zitten we wel in dezelfde map dan? Nee, nog. Zitten we wel in dezelfde map? Wij zitten in de focusdrinkfabriek. Waar zit jij? Nee, ga weg. Jullie zitten gewoon hier. Waar ben je nu? Zeg ik niet. Ik hoor je ook niet. Ik ben in SpongeBob huis. Het huis van SpongeBob ben ik. Oh, wil je van de trapdoor blijven alsjeblieft? Oh. Wil je dat niet doen? Max. Max, stop daar mee. Maar je hoort het. Je ziet me niet. Max, stop daar eens mee. Zie je mij? Nee, ja. Ja, ik zie jou. Je ziet mij nu. Nee. Wat is dit voor een gek gesprek? Ja, ik weet het niet. Het is heel intensief, maar het ging niet echt ergens over. Nee, klopt. Ik hoor die alleen maar. Ik hoor je lopen. Ik ga nu in Octo's huis. Zit daar iemand? Ja. 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 Zit hier allemaal aan Octo's huis? Ja. Is zijn klarinet verstopt? Ik zit achter zijn lectern boven. We zijn aan het oefenen. Ik wil niet dat je gaat kijken, Max. Loop eens naar links dan nu. Of naar rechts. Oké, dus jullie allebei nu één stapje naar rechts kunnen doen? Allemaal. Ja. Allemaal één stapje naar rechts. Ik heb zes stappen naar links gedaan. Dat kan op het moment niet, Max. Max! Ja! Ik zag een handje. Ik dacht, er is iemand daar. Nee. Kom jij maar even mee naar de maathemmer, jongen. Plankton heeft een goede taak voor jou. Nee. Kom jij maar even hier. Ja. Ga jij je maar even hier. Hier is Plankton. Ga maar even met hem praten. Ja, dit is Plankton. Jeetje. Hallo, Plankton. Wow, jullie zijn net zo klein als Plankton. Ik zeg net krabburgers, maar ik bedoelde natuurlijk Plankton. Je bent letterlijk net zo klein als Plankton op het moment. Ja. Ga je maar even met Plankton praten. Dan ga ik even als volgende waarschijnlijk Justin vinden. Ik weet niet waarom. Hoezo? Ik heb zo'n gevoel... Ja, ik heb zo'n gevoel dat ik jou als tweede vind. Ja, maar waar ga je zoeken? Dat is belangrijk, hè? Hier onder het ding. Onder dat ding? Wel gezocht, niet gevonden. Ik hoor wel vet veel voetstappen. Maak me een klein beetje zorgen, maar ook niet. Ja, dan heb je het zojuist voor jezelf verpest. Nee, hoor. Nee? Nee. Oké, man. Ik hoor nu ook geen voetstappen meer, dus... Maar dat komt omdat ik stil ben. Ben je zachtjes aan het doen? Ik ben heel zachtjes aan het doen. Hier zit iemand. Nee. Waar zitten jullie? Ja, verstopt. Ah, oh,
Oh! Ik ben geslagen. Ik heb jou gevonden. Met een spatel. Ik had echt met een spatel op je kop geslagen. Kom, je bent platgeslagen. Waar moet ik heen? Je moet hierheen. We gaan naar plankton. Je gaat ik was hier letterlijk ook gewoon verdwaald, dus ik kon er sowieso niet uit. Je zat onder Patrick's steen. Heb je mij al gezien, Justin? Een deel. Wat is een deel? Alleen je neus. Alleen, ik heb niet eens een neus. Nee. Oh nee. Je grote teen. Je hebt mijn grote teen gezien. Ja. Weet ik niet. Ze zit in mijn schoen. Hoe zou ik heb schoenen aan, Justin? Ze zijn stuk. Helemaal niet. Waar zit je? Je hebt me echt... Ik zit je achter een anvil? Nee. Echt niet? Misschien. Kan je dat beloven? Nee. Dat maar toch zou ik even gaan kijken. Elke keer als ik in Octo's huis kom, heb ik stomme conversaties. Maar kijk, ik kan nog niet, maar ik kan niet kijk, achter de anvils kijk kijken. Kijk nog gewoon even beter in Octo's. Zit je in Octo's huis? Nee. Is het gemeen? Oh, je zegt dabby. Ik denk dat ze zijn wat uitlachen, want ze zitten met z'n tweeën te dabby. Hoe is dat? Waar ben jij, Justin? Ja, oh, je bent verstopt. Hier misschien. Ja, maar... Oh. Nee, waar ben je nog niet geweest? Ik ben in elk... Overal ben ik geweest. Hij is daar al wel geweest, Justin. Jawel, in SpongeBob's huis. Nee, maar... Nee, niet in SpongeBob. Wie Patrick's huis. Wie is SpongeBob's grootste vriend? Patrick. Is dat zo? Ja, maar nee. Daar ben ik al Rick Fors. Ik ben al... Ik denk inderdaad ook Rick Fors. Ik ben al in Patrick's huis geweest. Ja, daar was je net. Ja. Maar, nou ga je dan weer weg. Omdat jij er niet was. Zat jij er ook? Ja, ik zit er nog steeds. Nee. Nah. Ja. Helemaal niet. Legendarische verstopplek gevonden. Ik wou net zeggen. Nou, dat valt op zich op mij hoor. Ik dacht, ik word de eerste, maar nee. Oh. Oh, daar is hij. Nee. Kom hier, jongen. Wordt hij gespateld? Oh, ik verslik me bijna. Oh. Kom maar hier. Ja, sorry, onder water. Dan moet ik af en toe even... Oh, ik krijg er aan in mijn ogen. Daar komen ze. Kom maar, ga jij ook maar even met Plankton praten? Voordat ik ga huilen. Ja, hier is Plankton. Kijk, gaan we even met hem kletsen. Gezellig. Is augurk. Nee, is Plankton. Doe nou even mee met de fantasie. Hey, Plankton. Dit is een ding. Maar Rick, jij bent als allereerst gevonden. Dat betekent dat jij moet gaan zoeken. En dat wij ons nu klein... Dat ik me ook klein ga maken, oké? Oké, jongens. Ik heb een belangrijke missie voor jullie. Oh jee. Oh jee. Ik heb ook een missie voor mij, voor jou. En dat is Plankton. Mij vinden. Ja, maar je staat hier, Plankton. Wat is je missie? Zeg het eens. Jullie moeten het geheime recept stelen. We staan hier natuurlijk in de hoe heet het? Maatemmer. In de maatemmer. Ja, maar in de maatemmer inderdaad, sorry. Oké. Okay. Oh. Hier rechts zit de krokante krab. Ik wil dus dat jullie nu het geheime recept je gaan stelen. Je bent niet echt goed in plannen uitleggen, nee. Of wel? Ik wil dat jullie het geheime recept gaan stelen en die hier naartoe brengen. Ik wacht gaan hier. We doen. Yes, sir. Plankton gaat met jullie mee. Plankton die kan niet zo goed bewegen. Nee, Plankton heeft... Ik blijf bij hem. Gaan. Ja, dat gaan we doen. Oké, jongens. Maar niemand gaat nu echt... Ik heb een oprechte plekje. Kijk, nou, zou hij me vinden als ik daarop... Komt hij hier zo op klim. En dan hier. Waar is hij zo? Klim. En dan kijk, let op, hè. Gekke parkour skills. Hierachter gestaan. Niemand gaat je daar ooit vinden. Dus maar dan kan hij me ook niet pakken, want dan zeg maar, ik zit hier soort van veilig. Ik kom er ook niet meer uit, besef ik. Dus ik moet hier nu al zitten. Oké, ik heb ook een verstopplek gevonden. Ja. Ik zit toch in de krokante krab, maar dan achter het bureautje van meneer Krabs. Ah, dan moet je onder de stoel zitten of onder zijn bureau. Ja, onder zijn bureautje. Ja? Boven op het dak van meneer Krab. Oh, meneer Krab. Het is toch meneer Krabs? Het is meneer Krabs. Klaar. Hebben jullie hem gevonden, jongens? Ja. Zeker. Alleen, we weten niet meer waar jij bent, dus je moet ons even vinden. Oh, oké. Nee, maar dan kom ik eraan. Ja. Oh, wat een goed bruggetje. Bruggetje? Ja. Wat? Ja. Naar de zoektocht. Ja, hè? Oh. Anders zou het ook niet logisch zijn dat hij ons moest zoeken. Ja. Aha. Ik zeg dat het aardig lang duurt, maar dat kan... Ja, ik moet ook zeggen, Rick, je bent nu al een tijdje aan het zoeken. Ja, maar jullie zijn mij kwijt, dus als jullie nou even gewoon hier naartoe komen... Ja, maar dat zeg ik, we zijn jou kwijt. Ja, maar mij zitten we ook vast. Waarom zoeken jullie mij niet dan? Ik ben helemaal niet jouw begeleider. Echt wel. Dat zou wel leuk zijn. Dat zou leuk zijn, hè. Even kijken. Ik ga een beetje parkouren. Oh. Okay. Maar dat kan ik niet. Nee, maar dat wel leuk dat je het probeert. Dankjewel. Poging is soms telt dat hem in jouw geval niet echt. Ik had verwacht dat jullie zitten niet in de krokante krab, jongens. Nee, we zijn verdwaald. Dat is het toch? Nee, we zitten zeker niet in de krokante krab. Nee, zeker weten niet. Omdat jij dat zei aan het begin. Zeker weten niet. Nee, maar ik lieg ook niet dit keer, hè? Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet aan het liegen. Ik vertrouw jullie niet helemaal, jongens. Ik spreek alleen niet de waarheid. Huh? Wat? Hé? Hey. Wat? Wat gebeurt er? Hey. Zit je vast? Ja, ik zit vast. Hey. Ja, dat is het ding. Ik wilde terugkomen. Ja. Maar Justin duwde me en nu zit ik vast. Justin duwde je? Dus, maar waar is Justin dan? Ja, die is weer gevlucht. Oh, dat meen je. Dat is niet aardig van Justin. Alleen, ik weet niet hoe ik er nu uitkom en ik weet niet... Maar je kan hier letterlijk niet uit. Nee, volgens mij kan je hem ook niet slaan. Jawel. Volgens mij zit ik behoorlijk veilig hier. Ja, maar dan...
Ben je dat nog niet gevonden? Je, nee, ik ben officieel niet gevonden. Ja, Rick... Oh jee. Nee, maar dit... Nee, oké. Okay. Misschien als je daar op dat oranje ding gaat staan... en dat ik tegelijkertijd spring, dat je me kan slaan. Hier, ik ben aan het springen, komt-ie. Oh nee, maar dat kan wel werken. Dat kan wel werken. Ja, dat gaat veel te moeilijk doen. Nee, 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 komt-ie, hè? Maar ik wil niet als eerste gevonden worden. Ja, maar je bent... Ga maar eerst iemand anders zoeken, maar okay. Ik kom zo meteen maar terug. Ja, dat is goed. Ik zit nog wel even goed hier. Waag het om een ruitje in te tikken, hè? Ja. Want anders wordt, hoe heet die, boos. Je brengt hem op ideeën nu. Waar zit jij? Ja, verstopt. Nee, ga helemaal. Waarom ga je dat? Nee, doe niet. Justin, ja. Ik vind dit verdacht. Justin, ik vind dit verdacht. Ja, ik hoorde ook iets heel verdacht. Ik hoorde ook iets verdacht. Ik niet. Wat hoorde ik? Ik hoorde helemaal niks verdacht. Mij. Ik zie iets rennen. Ik hoorde niks verdacht. Nee. 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 Rick, zal ik je helpen? Ja, welke kant ging die op? Justin? Oh, ja. Nou, dat vind ik niet. Ja. Ik ga naar Plankton toe. Ik ga wel boos zijn. Naar Plankton toe. Maar heb je wel het recept? Ik heb het recept. Ik heb zeker het recept. Ja. Zie je mij nu, Justin? Nee, nu niet. Nu wel. Zie je mij nu? Nu niet. Nu wel. Ik zie je! Ik zie je! Hoe kom je daar boven? Ja, dat is... Het geheime recept. Hé, maar die had jij nee, toch? Maar dat is toch niet te doen? Ik heb hem gedeeld op Facebook. Oh, echt? Facebook. Sorry, Facebook. Rick, wat zijn jij van plan? Rick Force! Ik heb de manier gevonden! Nou, hey. Ik hoor achter... Oh, er is iemand gespateld. Oké, mijn hint is... Ja? Ik heb echt het recept gestolen. Ja, betere hint kan je niet krijgen eigenlijk. Ja, maar dan zit jij in het kantoor. Oh, ja! Oh, Je bent echt al 3 keer langs me gelopen hier zo. Ja, dat klopt. Ik zat op een gegeven moment ook gewoon te kijken hoe je dan wegliep. Echt? Ja. Ja, maar hoe heb ik jou hier niet gezien? Oh, je zat echt helemaal tegen het randje aan natuurlijk. Ik zat er gewoon lekker onder. Oh, oké. Okay. Nou, ik heb iedereen. Ja? Ja, ja, helemaal tevreden met de resultaten? Ja, ik ben zeer tevreden. Zo, ja, nog 3, Max. 2, 1. Ja, en goed. Jij, ja, maar, ik was zo. Nee, nog 2 extra. Ja, ik heb getraind voor de volgende ronde vast. Oké. Dan is nu Justin. Justin! Yay! Justin! Yay! Hier is trouwens het geheime recept. Welkom bij... Stoppetje. Jullie gaan zo meteen... Ik heb een spatel, dus jullie gaan zo meteen allemaal lekker op de bakplaat. Dan ga ik jullie lekker omdraaien. En dan hebben we een speciale burger voor deze keer. Dus als jullie met me mee lopen, dan zou ik jullie even laten zien wat jullie moeten doen. Okay. Dat is een apart bijzondere variant. Ja. Waar gaan we naartoe? Als jullie allemaal daarin gaan verstoppen, dan kom ik jullie zo... Oké, dat gaan we doen. Gaan we doen. Niet iets anders, alleen daar. Nergens anders, alleen daar. Komt afgesproken. Ik wil even kijken. Ja, nee. Doe maar. Jawel. Maar draai je wel even om in de maathemmer. Plankton die roept je. Oh, dankjewel Rick. Yo, geen probleem. Wat ga je doen? KB. Ja, ik dacht, je kan... Ik wilde daar ook al verstoppen, daar binnen, stiekem. Ja, ik dus ook. Zullen we dus alles kunnen doen? Nou, net wel shiften, anders hoort hij. Wat je kan doen, is we kunnen hier om het hoekje wachten. Zo, precies hier. Ja. En dan gewoon, als hij doorloopt, gaan we shiften naar binnen. Je moet wel shiften, anders hoort hij het. Nee, maar ik vertrouw het nu niet meer, omdat hij ons heeft gehoord. Ik ook niet. Ja, we kunnen hier even wachten met z'n tweeën. En als hij dan weggaat, kunnen we zeg maar naar binnen lopen. Is dit weer zo'n idee wat dan goed klinkt, maar dan niet werkt, net als vorige keer? Ja, waarschijnlijk wel. Oké, maar hoe gaan we hem zien? Want je kan ook niet zien dat hij... In F5. Ik vertrouw... Oeh, werkt dat? Ja, tuurlijk. Nee, ik zie alleen mijn eigen achterhoofd. Ja, maar je moet niet van onder kijken. Je moet een beetje naar boven. Zullen we naar beneden kijken? Als je een beetje naar beneden kijkt... Ik ben echt heel erg mijn best aan het doen. Ik zie het. Want je klinkt wel gewoon klaar. Ik zie het, ja. Oké, nu Max. Max! Hey! Maar mensheid, wie duwde me? Duwde je? Wie duwde je? Iemand duwde me. Ik denk dat Rick dat is geweest. Helemaal niet. Jemig, moet je even kijken hoe gespierd ik wel niet ben. Maar als het goed... Waarom zit het luik open? Ik zie er goed uit vandaag. Wat gaat er gebeuren? Oh, de kelder in. Ja. Die is altijd open. Zitten jullie daar? Ja. Oké. Nee, maar jullie zitten als het goed is natuurlijk, wat ik zei, in de krokante krab. Dus daar ga ik... Ja, dat hebben we beloofd. Hoop ook niet dat jullie ergens anders zitten natuurlijk, want dat zou niet de afspraak zijn. Dat zou niet leuk zijn natuurlijk, als we ergens anders zouden zitten. Dus even kijken hoor. Waarom zitten jullie? Ja. Makkelijker. Ja. Niet in de krokante krab. Ik ben er wel geweest trouwens. Ik zat er wel niet... even. Rick had volgens mij nog geen plek. Nee, dat klopt. Nog steeds niet. Nog steeds niet. Eigenlijk niet. Maar goed, we doen het ermee. We zijn aan het freestylen. Ben je aan het freestylen? Laat ze even horen dan. Yo, we zijn in de bikini broek. Dat is... Nee, geen idee. Oké, matig. Je kwam op zich best... Ik kwam los. Er kwamen woorden uit je mond. Ja, dat is knap. Dat heb ik best moeite mee. Meer kan je er echt niet van maken. Nee, dat meer kan je er inderdaad niet van maken. Iemand achter deze lekten toevallig? Iemand? Nee. Echt niet?
Nee, Justin, waar ben je? Ja, ik ben verstopt. Ik heb je wel al gezien, Justin. Hoezo ben jij gaan verstoppen? Je moet zoeken. Ja, dat is toch het idee? Oh. Nee. Ah. We spelen een zoekertje. Het is net alsof er een snotje uit Octo's huis komt. Echt? Ik ga nog zo... Dat is sowieso... Oh, kut, sorry. Nee, ik doe nog eens wat je net deed. Ja, het is net alsof er een snotje uit zijn neus komt. Nee. Oh, weer niks. Max, je hebt me nu echt genaaid. Ja, nu moet dat ik hier is echt weg. Heel grappig. Ja, maar nu moet ik echt vol wegrennen. Het zag er echt heel grappig uit. Nee, ja, meneer, ik hoorde een ladder. En dat heeft je verraden. Oh mijn god, dit vind ik niet eerlijk, dit. Nee, ik wel. Dit vind ik niet eerlijk. Ja, ik wel. Maar je krijgt misschien geen tweede kans. Ik krijg geen tweede kans. Justin, blijf. Ga eens daar bij Max staan. Even, nee, ietsjes voor jou links, ja. Ja, en nu zie ik je perfect. Ik zit misschien... ik zit niet door het raam te kijken. Dat echt niet naar het raam komen, alsjeblieft. Ja, maar iemand zei net iets over zijn neus. Over zijn neus? Ja, er kwam een snotje uit zijn neus. Ja, en dat vind ik een moeilijke situatie, dit. Dus deze situatie ga ik eventjes onder... Ik hoorde iets. Oh, dat is zo dom uit. Ja. Nou, en toch doen. Wat ziet er dom uit? Er kwam weer een snotje uit zijn neus. Ja, ik ga niet heen. Ik vertrouw het niet. Jawel, kom eens hier staan. Okay, ik kom er even aan. Kom, ik ga het laten zien. Nee, nu wil ik het niet meer kijk, doen. Kijk eens naar zijn goed zijn neus. Rick, laat eens zien dat er een snotje uit zijn neus komt. Zie je? Er kwam een snotje uit zijn neus. Dat is echt een snotje. Ja. Wie zou dat nou zijn? Nee, Justin. Justin, doe dat nou niet. Justin. Oh, achtervolging. Ja. Ah, Justin. Nee. Een heter daadje dit. Nee. Maar meneer KB was ook aan het lachen toen meneer Snotje er voorbij kwam, dus... Ja, dat was, ja maar het was ook heel leuk. Dus nee. Moest ik lachen. Kom gezellig bij Plankton. Maar je hebt het dus gezien. Yeah. Ja. Maar waar zit jij? Ja. Je zit op het dak, hè? Ik zit niet op het dak. Dat durf ik wel te zeggen. Durf je dat te zeggen? Ja, ik zit zelfs helemaal niet op het dak. Dat is een hint. Helemaal niet? En ook niet helemaal. Een beetje misschien. Nee. Iemand hierachter verstopt? Oh. Ah, maar daarom zag hij het snotje. Nu snap ik het. Ik zag het snotje. Nee, maar KB zag hem ook. Als je, kijk, want hij zit daar, hoor. En als je dan vanuit daar kijkt... Als je inderdaad, ja. Als je, vanaf het zijkantje. En dan kijk ik daar via die spiegel... Mm-hmm. En vanaf het zijkantje. Via die reflectie van het water, via die bubbel... Ja. Dan zie je het. Dan zie je het. Dan zie ik het. Ja, en, dan met teleportatie vanaf het oog van de walvis, kon hij het echt perfect zien. Zoiets dacht ik ook al te zien, hoor. Hey, Justin. Hey, Justin. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Wat kom je doen? Goedemiddag. Ik kom een kleine inspectie te doen. Ja, inspectie? Plankton staat klaar. Wat wil je bestellen? Wat verkoopt Plankton überhaupt? Plankton. Kelp? Nee, hij verkoopt nep krabburgers. Zit hier iemand in de kelder? Zal ik even kijken voor je? Kijk maar even. Ik zal even kijken voor je. Ja. Ik kijk ook alleen. Nee, hallo? Ik kijk van hier. Hallo? Is er iemand? Nee, hier is niemand. Nee hoor, dit is helemaal veilig. Echt? Even nog een keer kijken. Ja, helemaal veilig. Nou, dan geloof ik dat. Helemaal niks te zien hier beneden. Dan ga ik nog even naar SpongeBob. Ja, top. Ga jij maar even bij SpongeBob kijken. Je hebt niet gelogen tegen mij toch, Max? Nee, echt niet. Ik kan Rick desnoods vragen om even te kijken. Wat? Hè? Wat? Moest ik kijken? Ja, je kan even, Jesse kan even vragen of misschien Rick moet gaan kijken. Oh, Rick, wil je heel expliciet even kijken of er iemand zit? Ik ga even kijken. Wel eerlijk antwoord geven dan, hè? Jeetje, wat is dit een type riool, zeg? Ja. Nee, ik zie geen KB, ik zie wel een hele gespierde man. Maar ik zie KB zie ik niet. Hè? Wat zeg jij nou? Nee, maar komt Jesse nou aan. KB is hier niet. Ik zie jou niet, dat is bijzonder. KB is hier niet. Niet. Geloof ik niet. Je bedoelt met KB toch trouwens krabburger de hele tijd, ja, of niet? Ja, krabburger. Ja, maar ik kan het net niet zien. Niet! Maar je kan hier ook helemaal niet bij. Ja, maar je zit hier ook niet. Je zit er wel. Ja, maar hallo. Sluit hem op, Rick aan de kant. Rick! Oh. Zo. Oh, ja. Hey. Oh. Hij sloot het gewoon. Gesloten. Oh nee. Hey. Laat me eruit. Je ziet je kans. Ik geef hem over. Ik heb hem. Ah. Oh. Max, waarom is het liegen? Jij vroeg of de krabburger daar beneden was. Je zegt, is KB daar? Ja. Nou, dat is wel waar. Oké, laatste ronde. KB gaat zoeken. Lieve mensen, in mijn linkerhand heb ik de Super Spatel 9000. En in mijn rechterhand eigenlijk ook de Super Spatel 9000. En daarmee ga ik jullie spatelen. Tussen elkaar, dus zeg maar alsof je klapt, weet je. Ja, dan zitten we ertussen. Tenzij jullie je dus heel goed verstoppen. Ja, dan niet. Dan niet. Dus 3, 2, 1.
Wegwezen. Ja. Waarom heb jij een blauwe onderbroek aan? Wegwezen, Justin. Oké, jongens, wat gaan we doen? Dit is de laatste ronde. Ik denk dat we een hele, hele goede plek moeten verzinnen. Oeh, dit misschien hier. Dit een goede plek zijn. Oh, ja. Niet met z'n allen. Ja, nee, ik vind het een goed idee. Dit was mijn plek, jongens. Ga weg. Kom, wacht, dan pak ik deze. Je ziet alleen niks. Nee, deze is niet. Oké, Justin, ga jij maar hier. Moet je niet shiften, je moet wel rechtop staan. Je ziet hij me niet? Nee, je ziet niks. Je ziet niks. Hij ziet mij niet. Nee, hij gaat je niet vinden daar. Geen zorgen. Hij gaat me vinden. Dan ga ik hier in de kwal. Ik zie vrij weinig, dus jullie moeten me assisteren. Ja, komt goed. Dan ga ik in deze kwal hier. Ja, kan je me dan vanaf boven assisteren? Ja, ik heb ook een plekje. Klaar. Ik nog niet. Nee! Huh? Oh mijn god, ik weet niet hoe ik dit voor elkaar heb gekregen. Maar... Hallo? Hey! Hallo. Zijn jullie verstopt? Ja! Nee! Ja, Oké, doe, ga maar. Sorry, Rick. Nee, joh, ik ga zoeken. Ja. Ik ga zoeken. Maar. Ik hoor geluiden meteen. Hey. Nee! Justin, ik aat jou echt persoonlijk. Hè? Moest hem mij haken? Ik ben je kwijt. Ik ben heel slecht met spaal. Mooie plek, Rick. Thanks. Niet meer wat lig je nou helemaal tegenaan? Hey, ik weet niet hoe ik plat lig. Ik weet niet hoe ik dat voor elkaar heb gekregen. Het gebeurde gewoon ineens. Kan je niet raken? Magneet. Ik ben helemaal kapot aan het spatelen. Mijn POV is zo raar. Kom er nog eens omhoog. Het is gewoon eng hoe groot jij bent als ik niet zo plat lig. Ik kan je niet raken. Ja, ik ben met een magneet tegen dingen aangetrokken. Ik wilde hier helemaal niet verstoppen, maar ik kwam ineens omhoog. Dat is gezellig eigenlijk. Magneetvissen. Ja, dat ziet er wel gezellig uit. Ga eens mijn andere zoeken, joh. Ik red me wel. Oké. Okay. Ik red me wel. Je bent onspatelbaar. Ik ben onspatelbaar, inderdaad. Hé, hey, Max, waar ben jij naartoe? Ja, ik ben ook vertreden. Hé! Ik word opgelicht hier. Ja, ga maar even andere zoeken. Ja, maar dat trapte Rick ook al in. Ik ben een beetje aan het rondwaggelen, want ik heb echt niet zo'n... Ik heb niet echt de tijd van Justin gekregen, laat me zeggen, om te verstoppen. Oh, is het mijn schuld? Ja, maar ik was verstopper, Rick. Ik moest zeggen dat ik klaar was. Ja, maar Justin... Sorry, Rick. Ik hoor weer voetstappen. Nee! Nee! Nu laat ik je niet gaan! Huh? Oh! Ik... Sorry, kan jullie niet raken als jullie erachter zitten. Au! Rick, wat ben jij? Vele mannetje. Zo. Heb je Justin? Ja. Maar dat komt omdat Rick hem had verraden. Je moet echt goed mikken. Ja, Rick was aan het wegrennen. Maar nee. Rick ben ik weer kwijt. Ik ben Rick al twee keer kwijtgeraakt. Justin, ik zit hier. Hier. Ik probeer geluidsgolven op te vangen nu. Het lukt niet. Ja. Ik heb 2 spatels mee, dus ik denk misschien ontvang ik wat, maar... Hey, ik heb wel visgeluiden. Ik heb een plek. Ik hoor weer... Wat zit jij nou voor geluiden te maken? Hoe zag je Rick niet? Oh. Hoe ze... Hoe dan? Op. Hoe kan dat? Oh. Ja. Hij blijft maar wegrennen. Ik krijg je zo nooit te pakken. Ik kan helemaal... Ik ben niet handig met spatels. Als dat had gewerkt, dan ben ik echt boos. Ja. Kom op, Rick. Dan komt hij weer uit, hoor. 3, 2, 1. Ja, hey, Rick. Hij staat! Rennen, Rick! Wat een marathon dit. Dan komt hij hem achter de octo vandaan. Ben je hem kwijt? Nee, ik zie hem nog maar. Om te slaan. Je moet echt vet goed richten. Hey, Ricky! Ja, nu is het echt klaar. Ik deed zo nu is het best. Echt klaar. Je moet beter je best doen, Rick, volgende keer. Waar is het Max? Ja, ik heb geen idee. Goed om je heen kijken, Rick. Kijk eens naar het huis van SpongeBob. Daar zit hij niet. Daar zit ik niet. En ik heb gesprongen. Hè? Spring nog eens. Spring. Dat vind ik heel eng. Spring nog eens een keer. Oh ja, nee. Kijk, ik heb het zojuist even geconfirmed. Ja? Ja, nu weet ik echt dat hij daar zit. Waar is KB nu? Ja, volgens mij ergens bij Octo of zo helemaal de verkeerde kant. Ik wil graag eigenlijk even visite bij Max, maar meneer KB heeft niet nee, dat is eng. Mag ik ook even visite komen? Ja, maar hij weet toch niet waar wij zijn dan? Nee. Ja, maar hij ziet toch wel jullie heen lopen? Nee, ja. Maar daarom vind ik het spannend. Op een goed moment. Ik wil als jullie het kunnen... Nu! Ja, maar dan ziet hij het. Nu. Hé, Max. Hé? Hoe werkt dit? Je bent zo dichtbij geweest, maar je was te... Hoe noem je dat? Je dacht te simpel. Je zei van, nou, dit kan onmogelijk, weet je. Maar ja, het is toch stiekem mogelijk. Echt? Hey Max. Hey. Hoe? Niet doen. Geen per ongeluk. Ja,
het is wel makkelijk. Hoe dan? Ja, dat is wel, hoe dan? Het is wel echt heel lastig inderdaad. Hoe? Oh, game! Nah, nee, dat... Oh, net één blok niet. Ja, dat had ik... Hoe zag je dat niet? Je stond echt gewoon hier helemaal om je heen te kijken. Maar je bent ook blauw, hè? Dus het... Ja, dat je bent blauw en geel. Je bent, zeg maar, het decor. Dit vond ik echt heel grappig. Dat je gewoon hier staat. Ah, hij stond echt met dat ruggetje zo. Ja, je ging met je rug nou omhoog echt te zoeken. Ja, ik dacht, ik moet vanaf hier kijken of zo. Oké, jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even weten wat jullie van de SpongeBob Bikini Broek map vonden. Hij is gemaakt door twee kijkers. Dikke shout-out naar hun. Vond je het nou zo leuk, dan kan je ook lekker deze video kijken. Dit is namelijk de video waarin we verstoppertjes spelen in de Focus Drink Fabriek. Justin was hier niet heel erg goed. Hij was zelfs een beetje de slechtste van de video. En om die reden, Justin, mag je heel snel binnen 5 seconden de outro doen. Abonneer en dan zien we jullie de volgende keer. Doei!